Welkom bij het legal deel van de Tax and Legal Update. Ik ben Anne de Wilde en ik ga jullie een overzicht geven van een aantal wijzigingen die er de laatste tijd gebeurd zijn in verschillende rechtstakken. We beginnen met de sociale verkiezingen die in principe volgende maand in mei gepland waren, maar die door het COVID-19-virus uitgesteld worden. De procedure is opgeschort vanaf een bepaalde datum. En er is een akkoord tussen de sociale partners dat de nieuwe data voor de verkiezingen zal plaatsvinden wellicht tussen 16 en 19 november van dit jaar. Sociale verkiezingen gaan, zoals jullie wellicht weten, over de verkiezingen van de werknemersafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. Nu, concreet, wat wil die opschorting van die procedure zeggen? Dat de kandidaten die voorgedragen zijn op een bepaalde dag in de al lopende procedure, dus dat de occulte beschermingsperiode daarvoor voorbij is. En dat kandidaten die voorgedragen worden als vervanger, dat er een nieuwe occulte periode begint 36 dagen voor de hervatting van de kiesprocedure. Rekening houdend met een nieuwe datum van verkiezingen in november, wil dat dan zeggen dat dat dan vanaf ergens in augustus 2020 is. U ziet ook nog eens de tijdlijn van de procedure voor de sociale verkiezingen. Mocht u hierover meer info wensen of bijstand wensen, kan u altijd terecht bij mijn collega Nathalie Bastiaans van onze Legal Social afdeling. GDPR. Een korte uitleg in verband met controles en boetes die in het kader van de GDPR-wetgeving gegeven kunnen worden of uitgevoerd kunnen worden. Het is recent gebleken dat GDPR niet enkel een theoretische regeling is, maar dat er dus echt wel sancties kunnen gegeven worden. Elke lidstaat van de Europese Unie heeft een autoriteit die moet toezien op de naleving van de voorschriften in zaken gegevensbescherming. En bij ons is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. Die heeft een aantal bevoegdheden. Ze kan onderzoeken uitvoeren en ze kan inderdaad ook boetes opleggen op het moment dat zij inbreuken vaststelt op de gegevensbeschermingregelgeving. Zij concentreert zich op een aantal bepaalde activiteitensectoren of een aantal maatschappelijke thema's die men van belang hecht. Die krijgen prioriteit. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat andere activiteitensectoren of andere thema's helemaal niet onderzocht worden en dat die in voorkomend geval ook geen controle of boetes kunnen oplopen. In België is het zo dat de voorbije 2 jaar onze autoriteit 12 besluiten genomen heeft, waarvan in de helft administratieve boetes opgelegd werden. En tot nu toe bedroeg de grootste boete daarvan 15.000 euro. De meeste controles en boetes worden uitgevoerd of gegeven nadat er een klacht binnengekomen is bij de autoriteit. In andere Europese landen liggen de boetes wel nog wat hoger. UK voor British Airways, Google in Frankrijk en Telecom Italia. Daar gaat het echt wel nog over andere bedragen dan bij ons in België. Maar goed, de toon is in België hier ook wel gezet dat er effectief boetes kunnen gegeven worden. Hebt u meer info nodig of wenst u bijstand bijvoorbeeld om uw onderneming GDPR-compliant te maken, kan u altijd terecht bij mijn collega Laurence Troussard, die specialist is in deze materie. Ook iets kort over een nieuw deel van het burgerlijk wetboek over goederen.
Waarbij we het hier vooral gaan hebben over een aantal opmerkelijke wijzigingen met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten op onroerende goederen. Het is zo dat eind januari van dit jaar het ontwerp goedgekeurd werd over een nieuw deel goederen van het burgerlijk wetboek. En de opmerkelijkste wijzigingen zijn daar bijvoorbeeld met betrekking tot vruchtgebruik, dat er meer verplichtingen zijn in het kader van het onderhoud voor de vruchtgebruiker, waarbij dat die een pro rata bijdrage voortaan zal moeten betalen. En het is ook zo dat de termijn voor vennootschappen die genieten van een vruchtgebruik op een onroerend goed, dat die verlengd werd naar 99 jaar. Opstalrecht wordt nu in de wet duidelijk verankerd dat dit een opstalrecht, dus dat is het recht om te mogen bouwen op de grond van iemand anders, dat dit nu kan op al dan niet gebouwde volumes. Dus dit kan op een braakliggend stuk terrein zijn, dat je bijvoorbeeld een magazijn mag oprichten. Maar je kan bijvoorbeeld ook een opstalrecht vestigen op een al bestaand gebouw. En dat is dan bijvoorbeeld om er een verdieping bij te zetten of om wezenlijke verbouwingen daaraan uit te voeren. Dit kan u ook voor 99 jaar. In de oude wetgeving kon dit voor maximum 50 jaar. En er wordt ook bevestigd dat een accessoire opstalrecht bij een gebruiksrecht, dat dat ook mogelijk is. Dat was iets wat tot nu toe niet wettelijk verankerd was. Wat is dit? Je hebt bijvoorbeeld een huurovereenkomst. En in die huurovereenkomst wordt bijvoorbeeld aan de huurder toelating gegeven om bepaalde wijzigingen aan te brengen aan het gehuurde goed, om daar zelfs bijvoorbeeld een nieuw gebouw op te richten. Dat is een accessoire opstalrecht. Erfpacht, dat gaat nog verder dan het opstalrecht. Dat is eigenlijk een bijna quasi eigendomsrecht. Dat kan nu al gevestigd worden vanaf minimum 15 jaar. In de huidige wetgeving moest dit voor minstens 27 jaar gevestigd worden. Die wet is ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat was op half maart van dit jaar. Het treedt in werking 18 maanden na die publicatie en zal dus in werking treden op 1 september 2021. Heel kort nog iets over het UBO-register. Ik ga het niet meer hebben over de initiële registratieverplichting die er moest zijn, waardoor alle rechtspersonen, vennootschappen, verenigingen zich moesten registreren in het UBO-register. In theorie zou dit in orde moeten zijn. Moest dit al in orde zijn op 30 september van vorig jaar, waarbij dat er een gedoogbeleid was van de overheid tot 31 december van vorig jaar. Belangrijk om weten is, en toch belangrijk om nogmaals te herhalen, telkens als er een wijziging is in de uiteindelijke begunstigden van een onderneming, moet dit binnen de maand in het UBO-register ook geregistreerd worden. En ook al zijn er geen wijzigingen geweest, moet er minstens jaarlijks in het UBO-register bevestigd worden dat dat nog altijd de situatie is. Dus mag zeker niet uit het oog verloren worden dat de initiële registratie op zich niet voldoende is, maar dat ook bij wijzigingen dit moet doorgegeven worden en dat er minstens ook zeker de jaarlijkse bevestiging moet zijn. Bij verdere vragen daarover kan u met mezelf contact opnemen. U vindt mijn contactgegevens op deze slide. Dan het grootste deel en het laatste deel van deze presentatie is het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat ondertussen in werking getreden is. U ziet hier de tijdlijn. En we zitten nu in de periode tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2024. Op 1 januari van dit jaar is het wetboek voor alle rechtspersonen, vennootschappen, VZW's, stichtingen in werking getreden.
Wat wil dat zeggen? Dat alle dwingende bepalingen van het WVV, dat zijn de bepalingen waarvan dat je statutair of bij overeenkomst niet kan afwijken, dat die sowieso van toepassing worden op de ondernemingen. En dat aanvullende bepalingen, dat zijn de bepalingen waarvan dat je bijvoorbeeld in de statuten wel kan afwijken, dat die ook automatisch van toepassing zijn sinds in 1 januari, tenzij dat je er in de statuten van zou afgeweken hebben, dan krijgt die regel voorrang. Heel eenvoudig gezegd, moet je eigenlijk altijd kijken in welk document staat nu eigenlijk de strengste regeling. Staat dit in de statuten of staat dit in het nieuwe wetboek? En dat is eigenlijk de regeling die van toepassing is. Je hebt tijd tot 1 januari 2024 om de statuten verplicht aan te passen aan het nieuwe wetboek. Als je in die periode als vennootschap naar de notaris moet om een andere reden, bijvoorbeeld een naamswijziging, dan zal je op dat moment verplicht worden om de statuten aan te passen. Moet je in die periode niet om een andere reden naar de notaris, wel, dan zal je de statuten sowieso voor 1 januari 2024 moeten aangepast hebben. Ook voor de vennootschapsvormen die verdwijnen, bijvoorbeeld de commanditaire vennootschap op aandelen, als die in die periode niet vrijwillig naar de notaris geweest is om zich om te zetten in een andere rechtsvorm, zal die op 1 januari 2024 automatisch omgezet worden in de rechtsvorm waarvan dat het wetboek zegt dat dit de meest geschikte rechtsvorm is ter vervanging van bijvoorbeeld de commanditaire vennootschap op aandelen. Ik ga een aantal belangrijke gevolgen van die inwerkingtreding van het wetboek overlopen, die van belang zijn in de onmiddellijke praktijk. Eerst en vooral gaat het over aanpassing van de terminologie. Op een aantal vlakken gebruikt het wetboek wel een andere terminologie. Zo zijn er een aantal rechtsvormen die van naam wijzigen. Een BVBA wordt BV. De CVBA wordt kortweg CV. Er is niet altijd heel veel duidelijkheid over de huidige CVBA's die niet voldoen aan de nieuwe definitie van coöperatieve vennootschap van het nieuwe wetboek. Daarvoor is reparatiewetgeving op komst en blijkt duidelijk dat zij wel de naam CVBA kunnen behouden tot zolang dat hun statuten niet gewijzigd zijn en aangepast aan het nieuwe wetboek. Verder worden zaakvoerders worden bestuurders. In het oude wetboek hadden we bestuurders in de NV en hadden we zaakvoerders in de BVBA. Dit wordt duidelijk en wordt voor beide rechtsvormen gewoon bestuurders. Idem dito voor vennoten, en dat bestaat niet meer in de BVBA. Dat worden ook aandeelhouders, net zoals in de NV. Doel, het doel van de vennootschap, dat wordt het voorwerp. Dus dat zijn de echte activiteiten die de vennootschap of een VZW uitvoert, dat is het voorwerp. Wat wordt dan, doel wordt niet geheel afgeschaft in het nieuwe wetboek, maar onder doel begrijpt men eerder het wettelijke doel. Bijvoorbeeld voor een VZW is dit een belangeloos doel en voor een vennootschap is dit winstoogmerk. Ook de term maatschappelijk verdwijnt. We gaan niet meer spreken over maatschappelijke zetel, over maatschappelijk kapitaal enzovoort. Nu, die aanpassing van die terminologie, zoals toegelicht, dus het nieuwe wetboek, is vanaf 1 januari van dit jaar van toepassing op de ondernemingen. Die terminologie is van dwingend recht. Dus alle documenten die uitgaan van een vennootschap of een VZW of een stichting moeten de aangepaste terminologie gebruiken, ook al zijn de statuten van die rechtspersoon op dat moment nog niet aangepast. Dus ook al staat in je statuten nog, dit is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als je een notulen opmaakt van de jaarvergadering, zal daarop moeten vermeld staan besloten vennootschap.
Nog een belangrijke wijziging, en dit is dan op het vlak van het bestuur, dat is het verbod op dubbele zetjes in bestuursorganen. Wat is dit? Een natuurlijke persoon die mag in één en hetzelfde bestuursorgaan slechts één mandaat waarnemen. Hè. Dus wat wil dat zeggen? Er mag geen cumul zijn binnen hetzelfde bestuursorgaan van enerzijds mandaten als natuurlijke persoon en als vaste vertegenwoordiger van één of meerdere rechtspersonen, bestuurders. Ik geef graag een aantal voorbeelden mee. Dus je hebt bijvoorbeeld meneer X, die zetelt in eigen naam als bestuurder in de raad van bestuur van de NVZ. Maar daarnaast is ook zijn managementvennootschap Y ook nog eens bestuurder in de NVZ met meneer X als vaste vertegenwoordiger. Dat kan niet, want op die manier zetelt hij inderdaad met twee zetjes in de raad van bestuur van de NVZ. Wat is ook mogelijk? Je hebt meneer X, die heeft niet als natuurlijke persoon een mandaat in de raad van bestuur van de NVZ, maar die is wel telkens de vaste vertegenwoordiger van de drie bestuurders, rechtspersonen A, B en C, die bestuurder zijn in de raad van bestuur van NVZ. Ook dat mag niet. Hij mag slechts vaste vertegenwoordiger zijn in een van die drie vennootschappen die een mandaat hebben in de NV. Ook een cascade is niet meer toegelaten. Wat zagen we vroeger soms? Dat je bijvoorbeeld holding Y is bestuurder van de NVZ en holding Y werd dan vast vertegenwoordigd door managementvennootschap X en die werd dan op haar beurt vast vertegenwoordigd door meneer X. Dit kan niet. Als het zij vennootschap X, het zij vennootschap Y bestuurder is in NVZ, dan zal meneer X onmiddellijk daar vaste vertegenwoordiger van die vennootschappen moeten zijn om het mandaat uit te oefenen inzetten. Dus het mag geen ketting van rechtspersonen meer zijn die er uiteindelijk liggen tussen de bestuurde vennootschap en de natuurlijke persoon. Belangrijk om weten is dat dat verbod op die dubbele zetjes, dat dat bijvoorbeeld niet enkel geldt voor de NV en de BV, maar dat dit voor alle vennootschappen en eigenlijk gewoon bij uitbreiding voor alle rechtspersonen geldt, dus ook voor VZW's en stichtingen. Nog een opmerkelijke wijziging in het nieuwe wetboek is dat in de besloten vennootschap het kapitaal afgeschaft wordt. Dus sinds 1 januari van dit jaar bestaat er geen enkele besloten vennootschap meer die kapitaal heeft. Wat is er gebeurd op 1 januari 2020? Dus automatisch werden het kapitaal en de wettelijke reserve van een BVBA, die werden zonder dat er ook enige formaliteit voor moest vervuld worden, omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Dus op het moment dat er naar de notaris gegaan wordt om de statuten aan te passen, dan moet die reserve in de statuten vermeld worden. En dat bedrag is dan ook niet beschikbaar voor uitkering. Vandaar de term onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alleen is het wel zo dat je altijd, mits de meerderheden van statutenwijziging na te leven en mits dat te doen via notariële akte, dat je die onbeschikbare reserve beschikbaar kan maken voor eventuele toekomstige uitkeringen, bijvoorbeeld dividenduitkeringen. Dus op het moment dat je naar notaris gaat bij de eerstvolgende wijziging of specifiek om de statuten te laten aanpassen aan het nieuwe wetboek, wordt daar best over nagedacht. Wat doen we hiermee? Laten we die onbeschikbaar of maken we die terug beschikbaar? Of als je daar sowieso over wil beschikken, is er geen enkele andere oplossing dan speciaal daarvoor naar de notaris te gaan en die eigen vermogensrekening uit de statuten te laten schrappen en ze terug beschikbaar te maken. Samen met de verdwijning van het kapitaal in de BV werden er ook een aantal nieuwe, strengere regels voor uitkeringen ingevoerd in het nieuwe wetboek.
elke uitkering van vermogen in een BV, het is niet uitkering van kapitaal bijvoorbeeld, want dat is er niet meer. Dus er wordt telkens gesproken over uitkering van vermogen. In een BV kan enkel gebeuren mits naleving van twee testen. Ten eerste is dat de balanstest. Dat is eigenlijk wat we klassiek kennen van de vroegere wetgevingen, wat dat ook nog altijd nu zo is in de NV. Dus dat je inderdaad dat je netto actief niet te hard mag dalen ten gevolge van de uitkering, of dat je zelfs geen uitkering mag doen als je eigen vermogen sowieso al te laag is. Nieuw is dat er voor de BV ook bijkomend een tweede test is, namelijk de liquiditeitstest. En daarin moet het bestuur beoordelen of dat na die uitkering, gedurende 12 maanden vanaf de datum van die uitkering, dat de vennootschap wel nog altijd in staat zal zijn om haar opeisbare schulden te voldoen. Wat dat de eerste test eigenlijk een loutere rekensom is, is de liquiditeitstest echt wel een inschatting. En het is wel duidelijk dat als het misloopt, dat toch een beslissing is die wel overwogen moet genomen worden door het bestuursorgaan. Nu, ik sprak over elke uitkering van vermogen in een BV. Ja, wat kan dat dan bijvoorbeeld allemaal zijn? Terugbetaling van inbreng, dat is iets wat we vroeger een kapitaalvermindering zouden genoemd hebben. Het gaat over de klassieke dividenduitkering. Ook de uitkering van een interim dividend, wat vroeger niet mogelijk was in de BV, maar enkel in de NV. Maar dat nu inderdaad wel mogelijk is in de BV. Uitkering van tantiemes aan de bestuurders, inkoop van eigen aandelen, financiële steunverlening, wat soms toegepast wordt in het kader van overname van aandelen. Of ook bij uittreding of uitsluiting ten laste van het vermogen van de BV. Wat is dat? Dat is nu voorzien in de BV. Iets wat dat vroeger enkel mogelijk was in de coöperatieve vennootschap. Dus dat vennoten kunnen uittreden zonder dat de andere vennoten met eigen middelen de aandelen moeten overnemen van de vennoot die wenst uit te treden. Maar dat hij inderdaad zijn inbreng terugbetaald krijgt en mogelijk ook een stuk van de reserves meekrijgt. Dus waarbij de financiële last van de uittreding gedragen wordt door de vennootschap zelf. Dus die mogelijkheid is nu voorzien in de BV, omdat niet alle CVBA's coöperatieve vennootschap onder het nieuwe wetboek kunnen worden en zich dus zullen moeten omzetten in een BV. Vandaar deze nieuwe mogelijkheid. Maar dus ook daar, als er geld uitbetaald wordt door de vennootschap aan een uittredende aandeelhouder, moeten die twee testen toegepast worden. Ook de alarmbelprocedure is daaraan aangepast. Dat is een procedure die in gang treedt op het moment dat het niet zo goed gaat met het netto actief van de vennootschap. Nu, daar komt nu ook een tweede deel bij aan die alarmbelprocedure bij de BV. En dat is natuurlijk ook op het moment dat niet meer aan die liquiditeitstest voldaan wordt. Dus op het moment dat bestuur vaststelt of had moeten vaststellen dat de opeisbare schulden over de komende 12 maanden niet meer kunnen betaald worden, dan moet zij de algemene vergadering bijeenroepen en een herstelplan voorstellen om de toestand weer beter te maken. Of eventueel voorstellen om de vennootschap te ontbinden. Er zijn ook een aantal praktische gevolgen voor wat de jaarrekening betreft. Meer bepaald over welk schema gaan we nu gebruiken. Ons boekjaar sluit af op die of die datum. Vallen we nu nog onder het oude schema of moeten we al een nieuw model gebruiken dat opgemaakt werd naar aanleiding van de werkingtreding van het nieuwe wetboek? Wel, het is zo dat voor boekjaren die eindigen per 31 december 2019, of vroeger, dus dat de oude modellen mogen gebruikt worden. En dat voor de boekjaren die eindigen vanaf 1 januari 2020, zoals gezegd zijn de dwingende bepalingen van het
nieuwe wetboek daarvan toepassing? Wel, daar moeten dan ook de nieuwe modellen gebruikt worden die opgemaakt werden naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek. Sowieso voor vennootschappen die opgericht werden vanaf 1 mei vorig jaar, ja, die vielen sowieso al onder de nieuwe wetgeving, dus daar is geen discussie over dat die het nieuwe schema moeten gebruiken. Als ook de vennootschappen die tussen 1 mei 2019 en 1 januari 2020 vrijwillig al hun statuten aangepast hebben aan het nieuwe wetboek, ook daar gebruiken die onmiddellijk het nieuwe schema van zodra ze zich, van zodra inderdaad dat ze onder het nieuwe wetboek vallen door publicatie van hun statutenwijziging. Nu, dat nieuwe wetboek, ja, dat brengt wel wat lasten met zich mee. Hè. Ook al zijn de statuten nog niet aangepast, je moet toch wel rekening houden met een pak nieuwe bepalingen. Je bent verplicht om naar de notaris te gaan om de statuten aan te passen. Maar er zijn ook wel wat opportuniteiten in deze nieuwe wetgeving. Ik geef er jullie graag een aantal mee. Waarom bijvoorbeeld ook niet te lang wachten met die statuten aan te passen? Zoals gezegd, vanaf 1 januari is een nieuwe wetgeving van toepassing, maar je bent wel nog altijd niet verplicht om de statuten aan te passen tot 1 januari 2024. Ik zou ook zeggen, wacht sowieso toch niet allemaal tot in december 2023, want we weten dan wel wat er op de notariskantoren zal gebeuren en gaat dit niet tijdig allemaal kunnen verwerkt worden. Maar ook niet enkel om die reden niet te lang wachten. Het is ook gewoon niet altijd duidelijk als je met statuten zit die nog niet aangepast zijn en met een nieuw wetboek van welke regeling is nu van toepassing. Zoals ik in het begin ook al zei, moet je eigenlijk ook altijd kijken van waarin staat nu mijn strengste regeling. En als mijn statuten strenger zijn dan de misschien ondertussen meer soepele regeling van het nieuwe wetboek, dan krijgt toch die strengere regeling van de statuten voorrang. Hè. Bijvoorbeeld de regels in verband met schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan, die zijn nu wel een pak versoepeld. Vroeger kon dit enkel in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid, die voorwaarde is weggevallen. Nu, wat blijkt, dat die voorwaarde van hoogdringendheid, ook al was dit pure overname eigenlijk van de vroegere wettelijke regeling, dat die wel in heel veel statuten ingeschreven staat. Dus als de statuten nog altijd zeggen dat het bestuursorgaan enkel schriftelijk besluiten kan nemen in geval van hoogdringendheid, dan kan je die procedure eigenlijk in geen enkele andere situatie toepassen. Dus dat kan een reden zijn om de statuten aan te passen. Hè. Er zijn ook een aantal procedures die versoepeld zijn, bijvoorbeeld de wijziging van het voorwaarde bij de vroegere doelswijziging, waarbij dat daar vroeger een staat van actief en passief moest opgemaakt worden. En als er een commissaris benoemd was in de vennootschap, moest die zich daar dan ook nog eens over uitspreken. Die voorwaarden zijn weggevallen. Er moet nu enkel nog een verslag van het bestuur zijn, waarin dat ze de wijziging van het voorwerp toelicht. Maar goed, als de oude procedure gedetailleerd beschreven staat in de statuten, ook daar dan zal die voorrang krijgen. Hetzelfde met ontbinding verheffening. De verheffeningsprocedure is toch voor de verheffeningen waarvoor dat er voldoende activa zijn om de schulden te betalen, is wel een pak versoepeld. Maar stel dat die procedure in de statuten gedetailleerd beschreven staat, dan zal toch die oude procedure toepassing moeten vinden. Er is ook wel wat flexibiliteit ingevoerd op niveau van het aandeelhouderschap. Er is een mogelijkheid tot uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht, met ongelijk stemrecht of zonder stemrecht. Wat dat vroeger bijvoorbeeld in de BV al, of de BVBA al helemaal niet mogelijk was. En waar dat we vroeger ook enkel in bijvoorbeeld de CVBA echt zo flexibel konden omspringen met aandelen en stemrecht.
Er is ook nu de mogelijkheid tot eenhoofdigheid in de NV. Dus het is voortaan mogelijk dat een NV slechts één aandeelhouder heeft. Hè, waarbij dat je in veel groepsstructuren vroeger zag dat één aandeeltje ergens bij een andere groepsvernootschap geparkeerd werd. Gewoon om ja, die wettelijke regeling... ja, het is niet echt te omzeilen, want het was perfect, allez, juridisch perfect in orde. Maar goed, allez, in veel gevallen biedt dit toch een oplossing. Bijvoorbeeld in geval van dividenduitkeringen en dergelijke meer. Ook in de BV is het nu bijvoorbeeld mogelijk om aandelen ja, vrij over te dragen. Hè, dus waarbij dat er geen beperkingen zijn op de overdracht van aandelen. Dit moet dan wel in de statuten ingeschreven zijn, dat aandelen in een BV vrij overdraagbaar zijn. Er is ook wel flexibiliteit op niveau van het bestuur. Hè. Zo is er nu de mogelijkheid om af te zien van het principe van de ad nutum afzetbaarheid van bestuurders. Hè. Wat is dat, die ad nutum afzetbaarheid? Dat is dat een bestuurder in principe altijd, hè, ten allen tijde en zonder opgave van reden kan ontslagen worden. Ook zonder dat er een opzeggingstermijn of opzegvergoeding gegeven moet worden. Het is nu mogelijk om ontslagbescherming voor bestuurders te voorzien. Dat is een antwoord op ja, de vraag die er ook vanuit de praktijk kwam. Zoals gezegd is er een versoepeling van regels voor schriftelijke besluitvorming binnen het bestuursorgaan. En er zijn een aantal nieuwe bestuursmodellen voor de NV. Een NV kan bijvoorbeeld bestuurd worden door één bestuurder, hè, die je dan bijvoorbeeld ook nog een vetorecht kan geven. Een vetorecht bijvoorbeeld bij ja, een aantal statutenwijzigingen en dergelijke. Dit is eigenlijk een antwoord dat gegeven wordt op het verdwijnen van de commanditaire vennootschap op aandelen, waarbij dat de statutair zaakvoerder sowieso ook een vetorecht had. In de NV is het ook mogelijk om een duaal bestuur te hebben. Hè. Dan heb je zowel een raad van toezicht als een directieraad die elk een exclusieve bevoegdheden hebben. Hè. En dit een beetje ter vervanging van het huidige directiecomité dat afgeschaft wordt. En in de NV kan je ook nog altijd de klassieke raad van bestuur hebben zoals dat we die tot op heden altijd gekend hebben. Ook een voor de praktijk belangrijke wijziging is dat het mogelijk is om in de BV een dagelijks bestuurder te benoemen. Vroeger was dit niet mogelijk, wat dat soms echt wel tot praktische problemen leidde. Als je in een BVBA ja, een gedelegeerd bestuurder wou benoemen, ja, dat ging niet. Of allee, het zou dan niet gedelegeerd bestuurder genoemd hebben. Maar dan, ja, dat was gewoon niet mogelijk. Dus dit is ook wel een duidelijk antwoord op de vragen die daaruit gekomen zijn vanuit de praktijk. Wenst u meer info over het wetboek van vennootschappen en verenigingen? Wilt u bijstand bij aanpassing van statuten of hebt u andere vragen? Kan u altijd ook contact met mezelf opnemen. Dank je wel.